Die hebben we. Die hebben we. Die hebben we. Er zit een hobbel in! Ah, wacht, wacht, er zit hier ook gewoon een checkpoint. Heb ik hem nu? Uh-oh. Jongens, Jaraski hier. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 Online Race sessie hier op mijn kanaal. Vandaag zit ik hier helemaal alleen, want ik ga proberen om twee onmogelijke races van start tot finish te voltooien. Met in de tweede race een kleine wedstrijd tegen iemand anders. Dus heb je hier nu zin in? Ram dan natuurlijk keihard op like, om straks super gaaf in de vergeet te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads. En ik zeg op naar race 1. Deze allereerste race is gemaakt door YOLOGG33 en heeft in totaal 103 duimpjes omhoog en 119 duimpjes naar beneden. Oftewel, meer dislikes dan likes betekent... Die hebben jullie niet gezien, dat gaan we niet nog een keer doen. Maar dat betekent dat het een moeilijke race is. En het is in een F1 auto en het leuke is, een F1 auto heeft echt overal grip op. Dus het maakt niet uit of je ondersteboven rijdt, schuin rijdt, vliegt. Oh, behalve als je de bocht afsnijdt. Ik denk dat ik al heb gezien wat wij moeten doen. Wij moeten namelijk helemaal naar boven toe en in de lucht moeten wij omdraaien en terugkeren op dezelfde walrijd. Oké, okay, oh, het begint ook meteen, hè. We konden het wel een klein beetje verwachten al bij deze races, maar... Omhoog, 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 boost pakken. Helemaal naar de checkpoint toe. En nu moeten we omdraaien. Ik zie niks! Uh-oh. Ik ben aan het spinnen. Ik ben er nog op. Maar we missen alles. We kunnen beter in first person doen. First person staat aan. Oftewel hier moeten we omdraaien. En nu lijkt het net alsof je gewoon normaal op een baan rijdt. Nu lijkt het niet alsof je dus helemaal scheef zit. Oftewel, first person in dit geval is makkelijker. Alleen, wacht, nu zie ik helemaal niks meer. Uit first person, want ik zie niks. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Gewoon recht, denk ik, ja. Hier de wall rijdt op. We hebben nog geen checkpoint, hè, jongens. Naar boven. En hier is een checkpoint, hier is een checkpoint. Ja, maar doe. Oké, okay, de eerste... Oh. Oh, ik heb te vroeg... Oh, ik heb te vroeg gejuicht. Hier is het heel goed opletten dat we meteen onze grip hebben. Ja. Onze grip blijven houden. En dan de checkpoint hebben. Nice. En nu? Ik rijd in één keer door. Oh, omhoog. 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 Ja. Let's go. Oké, okay, die hebben we ook meteen. In één keer. Let's go. Recht vooruit. Ik zie niks. Remschijf. Dit is vast en zeker niet de bedoeling. Nee, ik zie al wat we moeten doen. Wij moeten op een of andere manier van die remschijf afketsen. Dus ik denk dat we onze auto naar voren moeten draaien. Ja, 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 want nu missen we de remschijf. En omdat we de remschijf missen, komen we nog niet op het platform. We moeten gebruik maken van de remschijf zonder gebruik te maken van de remschijf. Oh, we hebben de remschijf. Oké, okay, zo moet die. Ja, 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 we waren eronder, we waren eronder. Het is heel apart dit, alleen... Ja, als het werkt, dan werkt het. Ja, 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 niet ontploffen. Oh, niet ontploffen. We hebben hem, we hebben hem. Ik zeg het, het is heel apart dit, maar we hebben hem. Dus we gaan niet klagen. Oh, een obstakelbal rijdt. Oké. Okay. Scheve koppen niet te stoppen. Of toch wel. Volgende poging. Die gaan we vergeten, ja. Het ding is, je moet een beetje een route zien te vinden die het makkelijkste is. En dat is deze route. Oké, okay, die hebben we. Die hebben we. Die hebben we. Die hebben we. Er zit een hobbel in! Ah, wacht, wacht, er zit hier ook gewoon een checkpoint. Heb ik hem nu? Uh-oh. Ik weet niet wat daar gebeurde. Er zat een checkpoint voor ons. Maar er zat ook een checkpoint onder ons. En nu hebben we degene onder ons gepakt. Maar ik denk dat wij nu met een omweg op de plek komen. Nee, niet. Nee, niet. Laat maar zitten. We rijden al naar de volgende. Jongens, ik zie niks. Oh. Wat een... Oh, wat een race is dit. Deze is vet, jongen. Deze race is awesome. Oh, we weten echt totaal niet wat er komt. Maar het lukt ons wel tot nu toe. Gewoon
Volle gas. Tot nu toe is volle gas de juiste gas. Dat klinkt, dat is echt de meest slechte zin ooit, maar dat maakt niet uit. Ja. Checkpoint zit volgens mij gewoon onder ons. Ik doe het gewoon rustig aan. Ja, daar is de checkpoint en daar is de finish. Daar is de finish, jongens. Net niet onder de... Jawel, onder de 6 minuten. Onder de 6 minuten. De eerste keer dat we deze race spelen. Ik wist totaal niet wat we ervan konden verwachten. Maar dit is een hele goede tijd. Jullie kunnen zelf ook de race gaan spelen. Want de link ervan staat in de beschrijving. Dus laat in de reacties weten wat jullie voor tijd neerzetten. Maar nu gaan we op naar race 2. De volgende race is in de XA21 Supercar. Maar Ryan heeft deze race laatst ook gereced. En let goed op wat zijn tijd is. Nou, we hebben de finish hier. Onder de 15 minuten. Onder de 15 minuten, Rickert. Is dit een prestatie? Is dit een prestatie? Ik hoop het. Of het een prestatie is, Ryan, daar gaan we nu achter komen. Want wij gaan precies dezelfde race racen. Die gemaakt is door Rickert. Met 45 duimpjes omhoog. En 115 duimpjes naar beneden. Dus dat is gewoon bijna 3 keer zoveel. En we zien nu al niks meer. Oh, en ons doel is dus om onder de 15 minuten uit te komen. Oftewel om Ryan zijn record te verbreken. De eerste checkpoint is in de pocket. En ik zie al dat we in die buis naar boven moeten, denk ik. Ik heb eigenlijk geen idee. We gaan het gewoon proberen. Ik heb niet afgekeken. Oh! Bij Ryan wat er allemaal gaat gebeuren in deze race. Maar dit zag ik even niet aankomen. Het enige wat ik heb gedaan is gekeken naar wat voor tijd hij heeft neergezet. En dat is 14 minuten 54. Dus ons doel is natuurlijk om daaronder te komen. En het zou zomaar kunnen zijn dat we hier een flip moesten doen. Maar zo te zien niet. Oké, zo te zien niet. We moeten gewoon hier naartoe. En dan op de wallrijd. Ja. Geen flip involved. Ja, springen van wallrijd naar wallrijd. Top, dat kunnen wij. Nog geen obstakels op de wallrijd. Volgende op. En dit gaat goed. Dit gaat lekker. Maar hou in je achterhoofd. Dat bedoel ik dus. Oh mijn god. Oh, die was zo slecht. Hou in je achterhoofd dat het een moeilijke race is. Het stomme is dat het gewoon een halve minuut kost om opnieuw bij deze go in the hole te komen. En ik sta vandaag ook onder druk. Want we kunnen niet boven de 15 minuten eindigen. Maar we hebben hem. We hebben hem. Achteruit. Ik denk dat we deze achteruit moeten doen, want er zit een remschijf. We spannen ook achteruit. Ja, dan moet hij achteruit. Kan niet anders. Nou, daar gaan we. Achteruit de spiral in. Dat kan allemaal. En dat kan alleen maar met de XA21. Alsof voor het bordje. Want er staat er een bordje. Hou je grip. Hou je grip. Hou je grip. Ah, net niet. Als dat stomme bordje daar niet stond, dan hadden we hem gehaald. Oh, je verliest daar je grip. Omdat het een ander soort walrijd is waar je dus eigenlijk niet achteruit op kan rijden. En het stomme is dat dat bordje daar staat. Die heeft hij natuurlijk expres neergezet. Maar ja, kijk, nu gaan we de soepeltjes langs. En de volgende checkpoint is in de pocket. Het zijn er ook maar 9. Oftewel, we hebben nu checkpoint 4 van de 9 alweer binnen. En dit is niet wat ik moet doen. Nee, ik zie het al. Ik zie het al. Ik moest even checken wat ik moest doen. Dit ga je niet menen. Het is een nep checkpoint bovenin. Dit kost heel veel tijd. Oh, dit meen je niet. Dit kost echt heel veel tijd. Dit stond niet op de planning. Waarom moest het een nep checkpoint zijn? Achteruit. De nep checkpoint meepakken. Ja, en nu goed opletten. Volg de pijlen, volg de pijlen. Je moet namelijk van hier, hier op springen. Grip blijven houden, door blijven rijden. Spiral in. Klein beetje afremmen kan. Als je maar niet te veel... is, dat is ook een nep checkpoint, denk ik. Uh-oh. Nee, dat meen je niet. Het stomme is, Rickert die kijkt ook naar alle video's. En hij weet dat wij nep checkpoints haten. Dus hij heeft gewoon expres allemaal nep checkpoints achter elkaar erin verwerkt. Oftewel, als je faalt, ja, dan mag je alles weer opnieuw doen. Het is zo, we kunnen er niks aan veranderen. Dus de checkpoint hebben we. En dan moeten we nu goed gaan opletten, want dit is dus best wel een naar stukje. Maar volgens mij... oh, moet ik tegen de muur aanknallen. Dus ik moet even goed kijken, want ik moet hier naar boven, ja. En dan moet ik nu recht naar boven, zo. En er was... hè? Hè? Dat is hem. Dat is hem. Ik dacht dat ik aan de voorkant van die muur er langs moest.
Maar je moet aan de achterkant van de muur er langs. Oh, die is echt vies, man. Die is echt serieus vies. Maar als het goed is, is dit wel een echte checkpoint. Daar ga ik wel vanuit. Maar wat krijgen we nu? Ik rij naar boven. Er zit... Het is een troll. Er zitten gaten in de muur. Nee, dit meen je niet. Hij heeft gewoon alles erin verwerkt. Oh, oh, oh. Ik kom niet eens boven nu. Neppe checkpoints, trolls. En hier zit dat gat, hier zit dat gat. Verder naar boven, ja. Ik weet niet of er nog meer gaten komen, dus ik ben... Oh, oh, oh. Oh, nee. Je moet hem nog perfect laten uitkomen ook. Want anders kom je achter de muur te zitten waar je op moet. En dit heeft niemand gezien. Oh, dat scheelde niet veel. Het is lastiger dan je denkt bij deze walrijd. Dat weet ik wel, want hier zit dat gat. Die moet je ontwijken. Dan moet je verder naar boven. Ik ga gewoon helemaal naar boven, helemaal naar boven, helemaal naar boven. Want hier kom je op de muur. Ja, grip, 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 grip. Dank u, dank u, dank u. Oppassen voor trolls nu, want ik vertrouw het nu niet meer. Ik doe het rustig aan. Dit is ook een troll. Als je dit te snel doet, dan knal je met je motor tegen de muur aan en dan ontplof je. Oftewel, dit is ook een troll, want die muur die gaat namelijk heel scherp. Maar die hebben we. De volgende checkpoint is letterlijk er gewoon naartoe springen. Wel met de juiste snelheid. Ja, die hebben we ook, die hebben we ook. Het is een echte checkpoint. Nice. Ik zat dat even af te wachten. En ik zie de finish. Ik zie de finish op mijn kaartje. We zitten nu op 9 minuten 50. We moeten onder de 15 minuten blijven. Dat is ons enige doel. Deze checkpoint. In de pocket. Respannen. En op naar de finish. De laatste. De laatste. Dit moet toch niet moeilijk zijn. Ik zie pijlen naar links. Ja, deze moet je goed, ja, deze moet je goed laten uitkomen. Of moet je in de buis? Wacht. Moet je... Oh, je moet in de buis. Ja, dit is hem. 10 minuten 15, let's go. Nee. Wat doe ik? Wat? Wat? Nee. 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 Bro, en... Oh, ik ben hier nog wel op. Alleen heb ik nu genoeg snelheid, want ik ben aan het slippen, jongen. Oh, nee. Die was echt ontzettend slecht van mezelf, maar... Nu ontwijk ik wel het bordje. 10 minuten 47, 48, 49, 50. Boom! 10 minuten en 51 seconden. Oftewel, we hebben het record van rijden verbroken. Eerlijk is eerlijk. Het was een goede race. Hij had heel verschillende elementen erin. Plus een kijker heeft er gemaakt. Wat natuurlijk ook altijd heel erg bijzonder is. Dus dankjewel voor het maken. Goed gedaan ook. En van mij krijg je een duimpje omhoog. Mochten jullie nou hebben genoten van deze video... Ram dan natuurlijk ook kaart op like, dat zou ik super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe video's. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen. Bye.